When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my toe. You're gonna miss me by my toe. You're gonna miss me when I'm gone. When I'm gone. Van groep 8. Hier zitten jullie dan. Een enorm hechte en gezellige groep waar wij helaas afscheid van moeten gaan nemen. Maar jullie zijn niet altijd in deze samenstelling een groep geweest. Als kleutertjes kwamen jullie binnen bij juf Gerry of juf Corine. Dat is natuurlijk alweer enige tijd geleden. Maar jullie wisten je nog wel wat herinneren uit die tijd. Bijvoorbeeld dat jullie de knorretje knuffel mee naar huis mochten nemen. En daar gingen jullie dan om beurten mee spelen en zo. Gerrit, die reed er dan mee rond in zijn Thomas de trein. Volgens mij doet hij dat nog steeds, maar dat zegt hij gewoon niet. Ja, ja, je broertje. Ja. En jullie gingen ook op schoolreisje naar Pambos. Daar kregen jullie het sprookje van Sneeuwwitje te zien. En jullie kregen echt de heksensoep. En tenslotte vonden jullie vooral het werken met het kiesbord heel erg leuk. Dat gevoel van, dat bepaal ik zelf wel, dat zat er toen al in. In groep 2 zaten jullie bij juf Corine. En toen juf Corine vanavond een beetje te laat was, toen zei Jan: juf, we zijn juf Corine vergeten te vertellen dat de musical eerder zou beginnen. Maar gelukkig was ze toch op tijd om hier vanavond bij jullie te zijn. En ze heeft de hele musical gezien. Voor sommige kinderen was dat voor het tweede jaar dezelfde juf. Ook in dat jaar beleefden jullie van alles. De musicals had jullie nog vers in het geheugen. Waarbij jullie matrozen waren. En Gert een vis. Dit keer waren jullie de snoepieklas. En ging er dus een snoepieknuffel mee logeren. Jullie eerste werkje, herinnerden jullie jezelfs nog? Dat was een snoepie die jullie moesten inkleuren. Toen jullie naar groep 3 gingen, kregen jullie weer juf Corine. Voor sommige kinderen dus al het derde jaar dezelfde juf. Maar niemand vond het erg. Voor velen is zij nog steeds de lievelingsjuf. In dit schooljaar kwamen Emiel en Rosanne erbij. Jullie konden je nog herinneren dat Emiel de eerste schooldag al een zin van het bord kon voorlezen. Terwijl jullie dat allemaal nog niet konden. Helaas gebeurden er ook verdrietige dingen. In dit schooljaar is de vader van Linda overleden. Dat was enorm verschrikkelijk. Gelukkig stonden op dat moment ook vriendinnetjes voor Linda klaar, waarmee ze in een speciaal voor haar ingericht hoekje ging spelen. Juf Corine was ook toen een grote steun. Jullie vonden de juf vooral grappig, omdat ze altijd van alles kwijt was. En het schimmellied dat jullie van haar leerden, kennen jullie nog steeds uit je hoofd. Hoekje van de koelkast naast de kaas en de banaan. Daar logeren de familie, familie Schimmel is de naam. Ze hebben honger. Als je het hoekje kunt snel opeten, je helpt dan bij staan. Ja, dankjewel. Kan niet goed dirigeren, dat is wel duidelijk. Toen jullie naar groep 4 gingen, kregen jullie eindelijk dan een keer een andere juf. Juf Gerrian en juf Hanneke. Jullie verkasten naar het noodgebouw. Ayla kwam er dit schooljaar bij. En ook in dit jaar maakten jullie weer heel veel leuke dingen mee. Want dat is 4 jaar geleden en toen was er ook een... BK. Ja. En toen jullie op schoolreisje waren in Plaswijk Park, keken jullie allemaal op een groot scherm naar een of andere wedstrijd. Ik weet niet welke. Jullie wel. Ja. Wat een geheugen.
Jullie hadden dit schooljaar zwemles en jullie haalden allemaal jullie tafeldiploma. Als je jarig was, mocht je op het bord kleuren en dat staat jullie nog vers in het geheugen, want dat vonden jullie altijd heel erg leuk. In groep 5 kregen jullie juf Mieke en juf Sandra. Juf Sandra zat dat schooljaar 25 jaar in het onderwijs, daar hebben we foto's van gezien ook, en dat vierden jullie in de Olmhorst. Het was een hele leuke dag met elkaar. Op schoolreisje gingen jullie naar Duinrell, waar net de nieuwe achtbaan de Falcon geopend was. Iedereen had vooraf een grote mond, maar uiteindelijk was het alleen Do die erin durfde. Dat was toen al zo'n wikkel. Toen naar groep 6, waar jullie weer twee juffen kregen. Juf Annemarie en juf Joska. En af en toe ook nog meester René. Het hoogtepunt van dit schooljaar was natuurlijk jullie finale plaats met Sisis. Oh ja. Hier is al een heleboel voorwerk voor de musical verricht, waarvoor onze grote dank aan die twee juffen. Ja, juf Joska vertelde altijd bentenverhaaltjes. En juf Annemarie liet jullie altijd stukjes van het jeugdjournaal kiezen, die jullie dan gingen kijken. Favoriet was hierbij Gerry de Goudvis, want die voorspelde voetbaluitslagen. Ik weet niet of die het altijd goed had. Maar... En toen kwamen jullie in groep 7 en kregen jullie juf Harriette. Pep kwam er dit schooljaar bij. Helaas werd de juf dit schooljaar geopereerd en kregen jullie een heleboel invallers. Ik ga ze even opnoemen. Jullie hebben les gehad van juf Caroline, juf Karine, juf Yvette, juf Maria en ook nog van meester Hans. Bij meester Hans gingen jullie tellen hoe vaak hij per dag inderdaad zei. Dat zullen er best veel keer geweest zijn, denk ik. Inderdaad. Halverwege dit schooljaar nam meester Hans afscheid en deden jullie zelfs een toneelstukje waarin jullie hem nadeden. En toen kwamen jullie bij ons in groep 8. En wat hebben we een fantastische tijd gehad samen. We bezochten allerlei middelbare scholen en we maakten natuurlijk de CITO-toets. Om de week kregen jullie op woensdag les van juf Kin, wat jullie ook altijd heel gezellig vonden. In de projectweek hadden we een broedmachine in de klas, waar uiteindelijk 4 kuikens in geboren zijn. RWB Chick was de eerste en die kreeg zijn naam door zijn zwart met gele kleur. Hierna kwam Blackjack, een zwart kuikentje. Vervolgens ons krielkipje Uitje en tenslotte Kakkie. Helaas is Kakkie snel daarna overleden, maar die hebben we mooi afscheid gegeven in de groene speeltuin. We hebben dit jaar nogal geboft met de wedstrijden waar we aan meededen. We wonnen met een prijsvraag van Arriva een reisje naar Corpus met de bankbattle waren we ook nog eens eerste, waarmee we een echte karikaturist in de klas verdienden. We gingen naar een strandles en een ochtend naar een melkveehouderij. Kortom, we hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. We maakten helaas niet alleen maar leuke dingen mee samen. Er waren ook heel veel verdrietige dingen, waar we samen over praten en waar we dan voor gingen bidden. Een ingrijpende gebeurtenis in de klas is het overlijden van de moeder van Elisa geweest. Gelukkig heerst er in de klas een sfeer van vertrouwen en respect. En iedereen die het moeilijk had, kon rekenen op een heleboel schouders om op te leunen en op uit te huilen. Even slik hoor. Aan het eind van dit jaar hebben we een geweldig kamp gehad met een supersfeer samen beleefd. We gingen een beetje laat uit de Hoge Veluwe vandaan, waardoor we heel hard moesten fietsen om de bus te halen, maar niemand zeurde. Toen Niels een lekke band kreeg, is hij verder gegaan op de voor hem veel te kleine fiets van Luc. En Luc mocht achterop in het kinderzitje bij juf Natasja. Ja, die wisten jullie nog niet, hè? Altijd blijven lachen en vooral doorgaan. Dat zijn motto's die bij deze klas passen. En op dit kamp hadden we ook 2 fantastische ouders mee. En eigenlijk hebben we ze daar nog nooit echt goed voor bedankt. Ik zie Marcel daar al in de verte zitten. En ik zoek naar Lianne, maar die duikt onder misschien. Oh, daar. Willen jullie heel even naar voren komen? Want jullie krijgen nog een klein cadeautje daarvoor. Wij vonden jullie namelijk behoorlijk geschikt. Wil je deze, Mars? Of toch maar liever de blauwe? Als de andere gekozen, dan staat er beter. Leuk voor bij je sportschoollessen. Bedankt. Jullie waren niet vergeten.
Hierna gingen we direct bezig met de musical. Veel kinderen vonden dat best wel spannend, zeker om een grotere rol te moeten spelen. We hadden de lat best hoog gelegd voor jullie, maar de inzet was enorm. En wat een show hebben jullie neergezet. Jullie zijn echt kanjes waar we heel erg trots op zijn. Maar nu moeten we wel helaas afscheid van jullie nemen. En jullie weten, dat valt ook ons, er staat hier best, maar dat valt ons gewoon heel zwaar. We hopen dat jullie hele fijne herinneringen hebben aan de wegwijzer. Jullie krijgen straks allemaal een heleboel dingen in je luizencape mee naar huis. Maar het belangrijkste daarvan is jullie schoolbijbel. We hopen dat jullie die nog heel vaak zullen pakken. En dat jullie die zullen blijven gebruiken tot die helemaal uit elkaar valt. En kom af en toe nog eens even langs om te laten zien hoe het met jullie gaat. Dankjewel. Nou Robin, het Andreas College locatie Rijnmond zal blij zijn met zo'n jongen als jij. En ja, heel veel verschillende kanten. Vanavond ook weer een wat prachtige rol van je gezien. Dus nou, ik heb van je genoten. En heel veel succes op het locatie Rijnmond.